mannen, wat hebben jullie het goed gedaan vandaag? Dankjewel. Ja, wij vonden het zelf ook best wel goed gaan en we vonden het fucking leuk om te doen. Jullie stonden hier op het podium en hoe was het voor jou? Het was organisch. Het was mooi. Volgens mij kon het gewoon niet leuker zijn. Misschien, het kan altijd beter, maar we hebben er echt van genoten. En de teamwork was goed, de support was goed, de mensen gingen mee. We mogen echt van geluk spreken. Bevrijdingsfestival, daar waren we dan. Peace. We staan hier op locatie voor het etablissement Shimichi Dunyasi. De burgemeester heeft het onlangs geopend en dat is bijzonder als de burgemeester komt. We gaan naar binnen en kijken wat is er nu eigenlijk bijzonder aan. Ik kwam eens bij een cashière. Ik zag, zij heette Songul. En ik vroeg, betekent dat nog wat? En zij zei, ja, laatste roos. Maar ik neem aan dat Shimichi Dunyasi wat minder poëtisch dingen betekent. Inderdaad, Shimichi is onze Turkse bagel, een ronde bagel met sesam. En Dunyasi betekent wereld. Dus het is, de naam komt bagelwereld. Ik ben Anna Prins en ik ben taalwetenschapper van oorsprong. En nu ben ik docent klassieke talen. We hebben eigenlijk een manier bedacht om attitudes te beïnvloeden. En dat is een moeilijk woord, maar dat zijn eigenlijk de meningen die mensen hebben over bijvoorbeeld afval. We wilden eigenlijk de mening van ik vind het niet zo erg om afval op straat te gooien veranderen naar ik vind dat afval in de prullenbak hoort. Ik vind dat broodresten in de prullenbak horen. En daarvoor hebben we een bord gecreëerd om die attitudes te veranderen. Mabel, we zijn hier op basisschool Schatteiland. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Of wat is er al gebeurd? Nou, we hebben vandaag een duurzame dinsdag. En de duurzame dinsdag houdt in dat wij vanaf vandaag bezig gaan om al het afval dat hier op school er is, gescheiden wordt. En wat je allemaal hebt geleerd vandaag, ga je dat nu thuis ook doen? Ja. En wat moeten ze dan doen? Dat we bak moeten hebben waar je plastic in moet doen en een ander bak waar je gewoon rest in moet doen en een ander gewoon voor ja, papier. Wat vindt u van Kanaaleiland? Ik ben blij met alle veranderingen op dit moment. Dus met name dat de huurwoningen opgeknapt worden, want het was echt een drama. Dus qua uitstraling wordt het wel beter. Het zou fijn zijn als ook qua bewoners dat het meer gemengd zou worden. Ja, het is altijd een prachtig eiland geworden. Vroeger was het roze eiland. Ja, alles wat hiervoor nou in stenen ligt, dat was vroeger met rozen allemaal. Het is allemaal veranderd. De samenstelling van de bevolking is natuurlijk veranderd ten opzichte van toen. Ja. Maar voor de rest, je kan niet mooier wonen dan zo. Wat vinden jullie van deze dag? Want jullie zijn net begonnen, hè? Vind je het spannend? Ja. Ja. Wat maakt het dan zo spannend? Wordt hier wel eens gepest? Nee, toch? Soms wel, want soms vinden ze iets niet leuk en dan gaan ze het wel terug doen. En wat zeggen ze dan precies? Misschien zo flapdrol of zoiets. Oh nee, dat meen je niet. Wel. Echt waar? Ja. En heb jij zelf ook wel eens gepest? Nee. En waarom zeg je van meteen nee? Waarom doe je dat niet? Ja, omdat ik het anders niet leuk vind dat andere kinderen worden gepest. Pesten doet pijn eigenlijk, hè? Ja.
Okay. Heel veel van binnen. Daar komt een liedje. 11 november is de dag. Dat is mijn lichtje, dat is mijn lichtje. 11 november is de dag. Dat is mijn lichtje, branden mag. Wat is nou de succesformule van dit orkest? 1. Het gaat met groot enthousiasme. 2. Iedereen mag meedoen, of je nou vroeger muziek gemaakt hebt of niet. 3. Je krijgt een soort instrument waar je geen verleden mee had. Hè. Dus mensen die hun leven lang gespeeld hebben en ouder worden, die worden een beetje minder op een instrument. Wij delen nieuwe instrumenten uit en daar kan je alleen maar beter op worden. Annemiek van Dulmen gaat wandelen. Met wie ga je wandelen? Waarom ga je wandelen? Verklaar je nader. Ik ga met wandelen met iedereen die wil. En vooral mensen die in de wijk wonen, in Kanaaleiland. En hun wijk wat beter willen leren kennen. En dat kunnen mensen zijn die hier al heel lang wonen. Maar dat kunnen ook mensen zijn die nieuw hier zijn komen wonen. En een paar aanknopingspunten zoeken voor meer informatie. Of waar ze verder kunnen. Gefeliciteerd! Dankjewel. En heb je het een beetje bewust meegekregen? Want eerst kom je hier natuurlijk, een hele verrassing. En dan denk je van, ik krijg gewoon een lintje. Ja, wat ik allemaal meegemaakt, dan zeg ik tegen mezelf, heb ik echt verdiend. Jullie focussen deze week op jongeren en kinderen. Kun je me vertellen waarom? In Utrecht wonen is 1 op de 10 kinderen in Utrecht groeit op in armoede. Dus dat betekent eigenlijk dat in elke schoolklas 2 à 3 kinderen zitten die met armoede te maken hebben. En eigenlijk is dat veel te veel. En het is ook goed om je daar bewust van te zijn. Want dat betekent dat er gewoon kinderen, best wel veel kinderen in de stad zijn. Die niet automatisch mee kunnen doen. Gewoon vanwege het feit dat ze daar onvoldoende geld voor hebben. En daar willen wij graag aandacht voor vragen. Zo zonde, gedwongen door de domme jongen. Ze wil stoppen, maar ze is er nu al aan begonnen. Je ziet geen weg terug, ze zit er meer in. De grote boze wereld is nog maar een kind. Een mooi meisje, een plaatje als ze glimlacht. Aisha heeft een goed hart, maar niemand... Het was een van de eerste dingen waar ik mee te maken had toen ik 14 jaar geleden bij de politie kwam. Ik was 19 toen ik bij de politie kwam en ik was maar 3 jaar ouder dan het slachtoffer. En een van de laatste slachtoffers die heb ik meerdere keren teruggevonden. En dat is ook degene waar ik echt wakker van lag. Dat ik dus echt 's nachts in mijn bed lag van ja, maar waar zou ze nu zijn? En wat maakt ze nu mee? Ik sta wat met mijn glas en zo voorkom ik. Dat ik eigenlijk het liefst naar achter kijk. Jij zit daar nu aan tafel met die jongen. Ik kwam binnen, ik zag je al gelijk. Dankjewel dat we bij je op bezoek mochten komen. Ja, tuurlijk. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. We zijn lekker bezig. En na een tijdje van, om zo te zeggen, weggeweest te zijn, zijn we weer lekker druk aanwezig. Maar wie ben je? Ik ben geboren getogen Utrechter uiteraard en ik heb al een paar jaartjes achter de rug met optredens op het Mega Piratenfestijn in Utrecht, diverse culturele manifestaties gepresenteerd met Joris Linzen samen, voor Tivoli heel veel gewerkt, dakloze festival. Ja, eigenlijk heb ik best wel heel veel mogen doen en daar ben ik heel trots op, ja. Kun je mij vertellen wat iDIT is? iDIT is een traject waar mensen kunnen leren en werken. En ze krijgen coaching, persoonlijke coaching, maar ook jobcoaching. En het is voor mensen die al heel lang niet hebben gewerkt. En die komen dan weer in een werkritme. Maar ook voor nieuwe Nederlanders die nog niet weten hoe het is om te werken in Nederland. En het traject duurt een half jaar. En wat ze hier doen, ze maken hier van vilt tassen. En dat vilt dat is gemaakt van textiel wat anders weggegooid wordt. Een berichtje voor jou.
Angelo, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ondanks je leeftijd die maar blijft oplopen, blijf je door je inzet in de wijk een rolmodel voor vele jongeren. Mensen zoals jij hebben we nodig. En daarom ben je terecht Kanaleilander van het jaar. We hopen dat je dit werk lang blijft voortzetten. Nog vele succesvolle jaren toegewenst. Je moet het gewoon accepteren. Je bent een prachtig persoon. Geniet van je verjaardag. Geniet van de titel. En nou, wie weet krijg je hem volgend jaar weer. Ik hoop gewoon dat ik hiermee ook gewoon anderen misschien kan inspireren. Zeg maar, die misschien nu nog niet zeg maar, actief zijn. Maar die ik nu kan activeren zeg maar, door middel van deze prijs. Zeg maar.